Trainersvisie met Peter Wesselink. Welkom, Peter. Welkom. De balans opmaken na de eerste drie wedstrijden. Drie schamele punten. Vorig jaar 9 punten. Wat doet dat met Peter Wesselink zo, die eerste drie wedstrijden? Ja, niet verwacht. Ik vind dat we een goede voorbereiding hebben gedraaid. Goed voetbal hebben gespeeld. Als je hem af gaat pellen, kijk, de eerste wedstrijd was natuurlijk vrij duidelijk. Ook tegen een mindere tegenstander, maar je moet het maar doen. Goede wedstrijd uiteindelijk ook. Zeker ook een uur heel goed gevoetbald. Ja, vorige week en eigenlijk ook afgelopen zaterdag tegen Excelsior en tegen Stedoco. Ja, we hebben gewoon heel veel de bal. Ik denk, we hebben zo'n programmaatje wat laat zien en statistieken levert. Hebben we gewoon meer dan 60% de bal. Alleen, ik vind dat we daar gewoon te weinig mee gedaan hebben. Dat vindt de groep ook. We analyseren dat, we kijken ernaar. Dus ik wil heel veel de bal hebben. Maar uiteindelijk moet je daar wel wat mee doen. Wat moet daaraan veranderd worden, denk je? Nou, dat hebben we gisteren nog eens besproken met de groep. We zijn natuurlijk heel veel aan de bal. We spelen heel veel het korte positiespel. Dat kunnen we ook hartstikke goed. Maar uiteindelijk moet dat iets opleveren. Je moet voor de goal komen, in de 16 meter komen, je moet kansen. En dan weet ik wel, kijk, die twee ploegen die zakken in, die maken het klein. Ja, en ga er maar aan staan. Ik bedoel, dat zie je op allerlei niveaus niet makkelijk. Dus we zullen andere manieren moeten vinden om daarmee om te gaan. Dus dat we ons wat een andere manier zoeken, zeg maar, om tot kansen creëren te komen. En daar hebben we een duidelijk plan voor. Dat is al een tijdje, daar trainen we ook op. Alleen, in de uitvoering kan het beter. Ik had ook het idee dat, zoals Excelsior en Stedoco, wachten eigenlijk op de fout die gemaakt werd. Ja, zeker. En dat hadden we ook wel verwacht. Dat er veel ploegen zijn. Davy is natuurlijk vorig jaar ook redelijk veel mee geconfronteerd. Dat ploegen in gaan zakken en het klein gaan maken. Maar wij zullen ermee moeten handelen. En zij gokken op balverlies en er zijn luid komen. Daar krijg je bijvoorbeeld de eerste goal afgelopen zaterdag door tegen. Tegen Excelsior een aantal momentjes. Maar desalniettemin, zeker tegen Excelsior, hebben we toch de beste kansen gehad. Dat blijkt ook uit de statistiek. Wel in de eindfase. Maar ja, en uiteindelijk verlies je met 1-0. Maar dat had ik maar zo 1-1 kunnen zijn. Moet dat positiespel dan nog nauwkeuriger? Nee, het zit hem in andere dingen. Dat positiespel doen we hartstikke goed. We zijn in staat om voetballend naar onze spitsen te komen, naar ons middenveld. We zijn ook in staat om lang aan de bal te blijven. Maar ja, nogmaals, ik wil niet alles verklappen hier. We weten echt wel waar het zit. En daar zullen we, daar hebben we aandacht aan besteed. Gisteren nog weer met beelden laten zien dat er gewoon ontzettend veel mogelijkheden zijn. Alleen die laten we liggen of zien we niet of maken we in ieder geval geen gebruik van. Waardoor je ook, het is gewoon iets meer risico nemen, zeg maar. Voorwaarts, waardoor je wat minder snel geslacht wordt in de omschakeling. Hè? Want in dat korte positiespel schuilt natuurlijk ook balverlies. Dat gevaar wat omschakelen naar de ploeg heel snel aan de andere kant kan zijn in twee, drie mogelijkheden. Ja, daar moeten we het vooral in zoeken. En daar zijn we ook wel met elkaar mee eens. Oké, okay. Nou genoeg voetbaltechnisch. Ja. Fantastische ploeg bij elkaar. Zeker, Vooraf zijn er heel veel verwachtingen. Mm-hmm. Je hebt een hele mooie ploeg spelers. Dan laat je een aantal punten liggen. Hoe ga je daar mentaal mee om? Is daar individuele begeleiding voor de jongens of doe je dat in de groep? Ja, we moeten echt oplappen. Nee. mentaal, kijk, het enige waar ik invloed op heb, denk ik, is van wat gebeurt er, wat spreken we af? Hoe willen we met elkaar samenwerken in het veld? En daar kijk ik met name naar. Want ik denk dat we het daarin moeten zoeken. Je kunt zeggen wat we willen. In die drie wedstrijden, maar ook Dongen. We werken met elkaar. We doen ons best. We laten nergens wat lopen. Zelfs niet in de omschakeling. Want daar laat je het als ploeg het eerste lopen. Op het moment dat je moet omschakelen terug. Maar iedereen is ik denk ook dat het ervaren wordt. Ook door supporters die langs de kant staan. We werken er knetters hard voor met elkaar. Dus daar zit het hem niet in. Het zit echt in de inhoud. En daar concentreer je op. Daar heb je ook invloed op. Voor de rest, gisteren ook gewoon ook heel veel beelden laten zien, ook tegen Excelsior, van dingen die we gewoon wel goed doen met elkaar. Alleen, het resulteert niet in een goal. Nee, is dat vertrouwen vorm? Nee, ze heeft ook, gaan we weer naar de inhoud, heeft met name met inhoud te maken. Dus we kiezen ergens voor, daar zijn we ook goed in, alleen er zijn meer wegen om bij de goal te komen. En daar maak je ze bewust van en daar moeten we het met name in zoeken, Oké, aanstaande zaterdag thuiswedstrijd tegen VVSB. Ja.
oude trainer van vorig jaar, Richard Plug. Richard, ja. Eigenlijk vind ik wel dat het moet gaan gebeuren. Omdat Richard er zit. Nee, ook. nee, uiteraard. Hè, dat hadden we ook graag vorige week gedaan, afgelopen zaterdag gedaan. Ja, de eerstvolgende uitdaging is VVSB, waar we het ook heel graag willen laten zien. En in alle drie de wedstrijden hebben we kunnen laten zien dat we goed kunnen voetballen. Ja, alleen ja, er is meer voor nodig, zeg maar, om echt wedstrijden winnend af te sluiten. En nogmaals, dat zit er met name in de inhoud. En daar zullen we dingen gewoon wel beter moeten doen. Dus we hebben een fantastische groep. Want dat hoor je links en rechts ook. Ja, je kan geen elftal kopen bij elkaar. Nou, volgens mij willen we dat ook helemaal niet. Maar dat is ook helemaal niet aan de orde. Ik vind dat we goed voetbal spelen. Alleen, het resulteert nog niet in heel veel goals. Maar we zijn wel een team. We strijden er allemaal voor. En we zijn er voor elkaar. We laten elkaar niet vallen. Dus dat is het begin van alles. Dus een belangrijke basis om op voor te beduren. Nou, ik denk dan dat die punten zaterdag vanzelf komen als het allemaal goed zit. Nou, nooit vanzelf. Nee, dat zeker niet. Maar nooit vanzelf. Nee. En ik vind ook dat we dingen anders moeten doen. Daar hebben we het gisteren ook met name gisteravond met elkaar over gehad. Er moeten wel dingen anders. Maar het zit er maar in een paar kleine dingen, heb ik het idee. Daar moeten we aandacht aan schenken en beter in worden. Oké. Okay. Nou, heel veel succes in de voorbereiding naar aanstaande zaterdag. En we zijn er weer bij met de DVS. Ja, heel veel zin in. Want voetbal is wat dat betreft ook hartstikke mooi. Je hebt al elke week een afrekenmoment. Op het moment dat je het minder goed doet, ja, dan sta je te popelen naar het volgende moment. Het was ook lekker dat we gisteren weer aan de bak konden. Zo'n zondag blijft het toch wel redelijk hangen, weet je wel. En ja, na gisteren, samen weer met de groep trainen, dan ben je dat gevoel ook weer kwijt. En dan sta je weer te popelen met elkaar om dat zo snel mogelijk zaterdag is. We hebben er ontzettend veel zin in.